Hallo kijkers van Shine Sprites, ook met een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. En ik ben natuurlijk weer IRL met Jordi. Zijn twee seconden zijn weer hier. Oeh, je bent als laatste. Ja, dat zei ze wel. Als iemand 98 gooit, dan gooi je ook zelf 99. Was het vorige potje echt het enige potje dat we hebben verloren? Van de CPU? Ja. Ja. Voor de rest hebben we altijd gewonnen, omdat we ze bang op het konden laten maken. Oh nee, dit is zo'n ronddraaien. Ja. Dat vind ik zo onoverzichtelijk altijd. Mm-hmm. Nou, zoals je hier ziet, je hebt één lijn en je hebt een soort van rare mier. Ja. Dus, het werkt wel echt veel beter op één PC, hè? Ja, klopt. Maar ja, aan de ene kant vind je het heel gek. Nee, en ik denk dat het ook deels komt omdat ik de host ben en dan via mijn host de game wordt gespeeld. Dus dat. Dat is een hele goede. Ja, ik zal het niet doen zo vroeg. Wel mooie Galaxy muziek in de achtergrond. Zeker. Als Mario is, ben ik al tevreden. En toen kwam de Nintendo copyright ninjas. Daar heb ik nooit echt last van als ik heel eerlijk ben. Nou, voor mij is het minder Square Enix in ieder geval. Nou, hier heb je geen probleem met het eiland, hier heb je gewoon probleem met de lijn. Ja. Als je de lijn kan beheersen, dan ben je klaar. Hey, betalen! Maar ook al zijn er 4 warps. Als je moet gewoon... er maar net opkomen. Precies. Het enige grote voordeel is, het is niet een hele lange lijn qua spaces. Nee. Je hebt alle suit daar ook. Mm-hmm. Dus het is helemaal niet zo'n heel slecht punt om te zijn, denk ik. Nee, is het ook niet. Is dat trouwens ik denk dat het er 2 zijn, hè? Twee districten op die lijn. Ik weet niet of het 2 districten zijn of 1 district. Nee, ik denk niet 1 district met 8 plots. Dat lijkt me niet. Het zou niet abnormaal zijn. 8 plots? Ik weet niet, zou kunnen. Wie weet. Voordeel aan het begin van de game, ik altijd lekker snel haat. Mm-hmm. Iedereen is maar het gebeurt ook nog niet, gebeurt dan niet zo heel veel. Nee. Oh, zie je, dan staan we daar. Dus Jessica staat onder mij. Ja, minigrame of stocks. Ja, stocks dus. Waarom zouden de ene stocks op dit moment duurder zijn? Omdat die winkels dan duurder zijn. Ja, oké. Okay. Ik koop gewoon heel veel in mijn eigen. Ja. Dat is op zich prima. Gooien! Hey, ja, vind ik wel bij me. Ja, 550 valt nog wel mee. Ja. Alles boven de 600 is gewoon verdomd duur aan het begin. Ja. Nou, kunnen we zo zien. Is het 1 district of zijn het er meerdere? Ja, het zijn er meerdere. Een paars en groen. Ja, paars en groen. Nou, oké. Duidelijk. Met een mooi prijskaartje van 900. Jezus. Ik zag het, ja. Maar het is... Ik weet niet. Voor mij waren die ook fake en plots op. Ja, als je daar een home van maakt, ben je ook al klaar. Mm-hmm. Oké, ik kom mijn kant op. Duidelijk. Ik heb wel weer de eerste. Oh, hij kan warpen. Ja, als hij letterlijk voor me staat, dan mag ik hem. Zoom nog een keer. Maar sta ik niet op laatste plek? Nee. Ik sta op laatste plek. Nee, Donkey Kong staat op laatste plek. Ah, sad. En dan moet ik nog flink betalen aan Donkey Kong ook nog. Ja, ik kan daar een armpje zetten. Nou, dat is mooi. Kom eens hier. Ja, maar dat heb je niet zo heel vaak momenteel. Nope. Zoals het wordt. Zolang meer en deel van de shops open blijven. Nou, kijk, heel erg lief dat jij Donkey Kong wat geld gunt, maar hij hoeft het niet. Hij staat eerste.
Nee, ik geef jou geld, hè? Ja, maar dan komt het commissies. Oh, zo, ja, ja. Dat is goedkoper. Ik krijg rijcommissies. Ja, moet die kant op. Nee, ze mag nog steeds blijven daar. Je moet wel alles kopen. Nou, kan ze niet. Die 900 kan ze niet kopen. Dan moet je shops gaan verkopen. Sluk dingen aan. Nee. Round the blocks. Around the blocks, around the blocks. Potentie. Nog steeds potentie. Potentie. 50 gold. Nou. Je hebt een hartje nodig. Ja. Ze mag nog steeds... Oh nee, ze mag weg. Maar komt ze uit? Mijn streek. Oké. Het blijft een beetje onoverzichtelijk. Nou, nu ga jij naar de rij. Ah. En je staat... We moeten klaver hebben. Ja, hij staat aardig ver van degene op die moet hebben. Moet 6 gooien zo. Random. Shop voor 2 keer zijn value. Dat is raar. Dat is op zich wel logisch als je dat moet je pakken. Net niet. Hoeveel? 900. Het is de duurste. En dan kan ik weer niet naar boven. Nee, blijkbaar. Geen voor soms dat boord verder qua interactie. Oké. Maar ja, ik blokkeer hem daar, dus dan is het goed. Mm-hmm. Toch even, dat zegt niks, omdat vorige aflevering Dragon Lord dat ik alles overkocht samen met Patty. Genoeg. En dan heb je daar, dus dan ben je ook alweer bijna bij de bank. Mm-hmm.
Elke warp is even ver van de baan. Goed, hè? Ja, nou, liefst zou ik op fake plots landen, nee, en niet op mezelf zo vroeg. Gelukkig komt Donkey Kong ook op jou. Ja, maar de vraag is, gaat Donkey Kong me overkopen? Nee. Oh, ik krijg ook niet eens de pop-up. Wel de twee naast de banger, dat is niet verkeerd. Er zijn geen verkeerde plek om te hebben. Nee, klopt. Ze blijven wel betalen bij je. Ja. Maar ja, kijk eens even op welke plek ik sta. Mm-hmm. Hoeveel ik totaal ik heb, dat valt nog wel mee. Promotion. Enige kloot is, hij kan niet die 110 of die 340 pakken. Pak de 340, oké. En moest er zijn als ik dan die 170 nog kan pakken. Oh. Ja, je moet naar de bank, hè? Kom op. Niet te veel flexen. Van, nee, ik hoef niet naar de bank. Alleen een promotion, oké. Ja, ik moet die kant toch op, dus in principe kan ik zo met je onderhandelen voor sommige dingen. Nou, nu heb je 1 met een nulletje. Ja. En 2 euro die je echt zo random op de vloer vond. Ja. Waarom ze daar stocks hebben gekocht, maar zoveel shops heb je daar nog niet, dus. Take a break of arcade? Take a break. Dat betekent? Alle shops gaan dicht. Ik word ergens naartoe gebracht. Ah. Ja. Op zich niet verkeerd, als je zometeen mag kiezen waar je naartoe wil. Mm-hmm. Mooi. Hier wil ik weer kopen. Het enige kloot is dat DK net heeft geïnvesteerd in die andere. Dat doen DK's. Ja, doe jij als DK dat ook? Nee. Dat is een andere DK. Dan mij beiden. Je hebt dezelfde initialen, dus. Dat klopt. Nou, die hou ik nog steeds mooi tegen met. Een mogelijke Monopoly. Maar ja, dat is 680. Ik denk niet dat ze dat nu al koopt. Commissies. Nou, ik ging er de kant op. Ja.
Kanskaart of kanskaart? Nog een keer gooien, toch? Ja, en je moet aan iedere shop 100 euro betalen. Wat op zich nu heel erg goed is, want geen enkele shop is boven de 100. Huh, mag ik niet naar boven? Nee. Ja, maar dan had ik deze kant nooit gekozen. Ja, what the fuck is dit nou weer? Toch even, ik snap ook niet waarom je niet naar boven mag, maar... Dan had ik nooit gekozen om deze kant op te gaan. Mm-hmm. Ja, nu kan jij die kopen. Maar dan kunnen we mooi onderhandelen. En opnieuw, wij kunnen onderhandelen. Hun doen dat niet. Nee. Ja, die was nog volledig vrij, ja. Ja. Ja, je hebt de hart nodig. Nee. Nou, ik was liever op Jander geweest. Dan kan ik even kijken van, oh ja, welke heb je van mij? Of heb je geen die mij interesseren? Een Suti. Dat is kut. Die snap ik niet. Nou, dat heeft hij er natuurlijk ook. Oh nee, dat heeft hij. Nee, daar heeft hij maar één. Het zou logisch zijn geweest om naar beneden te gaan en die paas te pakken, een van die twee. Want dat was zo geweest, als je daar was gegaan en goed had gegooid, had je meteen twee van die shops kunnen pakken in één keer. Yep. Maar laten we heel eerlijk zijn, zo gevaar ben je ook niet dat jij op die dingen landt. Dus ik niet helemaal snap. Waar kom ik hier eens? Zie je, dan kan ik van mijn shop jatten als ik dat zou willen. Ga ik hier naar beneden? Nee. Nou weet je wel, dan gaan we dat ook gewoon doen. Fuck hem. Precies. En naast, ik moet toch nog een zoet hebben, dus... Weer commissies. Yeah. Als er een bonusstar was geweest voor commissies, had hij die gewonnen. Ja, precies. Dat is jammer. Voor mij. Dat zijn monies. Ja, nu moet ik naar die andere kant toe. Toch? Ja. Kom op. Twee redden. Nee. Het is gewoon een bord waarin je gewoon moet hopen dat je soms op de goede dingen terechtkomt. En dat zijn, dat zijn niet de goede dingen, nee. Ja, Spoes heeft nog geen zin. Nee. Net één beurt te laat.
1. Nee, dat is niks. Snap jij soms de AI? Nee. Dan gaan ze sproesen, dan gaan ze niet sproesen. Ik denk dat dit ook meer een spel zometeen wordt van blok. Hier, dat kan dan weer niet. Nee, dat je naar links kan, nee. Nee, ik kan dus daar nooit... Wat een onzin. Ja, het is een beetje raar bord qua flow. Eens. Maar ik denk dat dit bord voornamelijk meer wordt van hou van de CPU de monopolies tegen dan... dat je echt dingen doet in deze. Nee. Nice. Die gaat naast een lijntje toe. Waarom snap ik niet, want het is een flink stuk terug. Als hij moet zoeken. Nou, wat heb je zelf? Dat is heel mooi. Nou, warpen, dan kan ik even warpen naar de andere toe. Ja, betalen of krijgen? Ik heb krijgen. Nou, mooi, 200 gold. Oké. Dan kom op zijn lijn. 1 en kopen. Nou, ik zie wel voor aan dat je dingen gaat kopen, maar ja. Het zijn, wel straatjes, hè? Mm-hmm. Het is voor de rest niks. Oeh, dit is goed voor mij. Nee, dit is kut. Oh, het leven haalt me zo. Merk het. Nou, ik kom je gezellig bezoeken. Yeah. Toch, ik heb een hartje nodig. Dat hartje staat letterlijk boven me. Zo blijf, Boekie, kom maar spreken. Ja. Vier. Niet dat je er zoveel aan hebt, maar oké. Want als je blijft betalen, dan is er geen stocks maar over. Hij heeft het nu al bijna niet meer. Soetje. Ja. Ja, ik kan niet naar boven, dus... Ja, ja, ik kan ook naar boven. Kon je naar boven? Ja, want ik ben er net heen gewarpt. Oké. Nou. Een zoet is niet verkeerd. Waar? Nee. Een commissie. Waar kan je nu naar boven hoor? Nee. Nou, oh, oké. Dus je moet de hele ronde afmaken. Yay! Tada! Nee, als het maar 43 is, dat is niet al te veel. Worpen naar iedereen. Nee. Dat zou wel mooi zijn, maar ik heb het hartje nodig. Het hartje staat daar. Maar ja, zit er niet in. Oké. 5. Ja, dingen kan nog weg ook. En de blauwe pijp is daar. Alle pijpen zijn net zo ver van de baan. Nee, klopt. Maar ik was meer aan het kijken waar de locatie waar die staat. Ja, zolang je shoots kan blijven pakken is het mooi. Ja, maar ja, als ik het... Nee, dankjewel. Ik ben dichter bij het hartje nu.
Exchange Shop. Deze. Voor deze. Ja, ik heb het geld. Dat is een beetje punt. Ik heb het geld niet. En net hadden we ook niet. Aan de andere kant. Daar is de pijp, daar is het hartje. Ja, oh ja, ja. Nou heb je dus dat val, dat heb, valt mee, maar... Heb je weer geluk, hoor. Tjonge, jongen. Die gaat ook weg. Ben je dat ik geen 2 gooi? Nee, gooit 1 of 3. Of in de, om in de trend te blijven van de suits, gooi je 4. 4, ja. Gaan we dan maar 2 of 6 gooien. Nou, die gooi je zo 4. Dank je, lekker random weer. Oh, heb je nou 4 seconds of fame? Ja. Wee, yo. 2. Ga ik geld voor vragen. Hey! We blijven mooi in de trant van land maar op die suits. Ja, maar ik heb alles suits al. Mooi, ik krijg niet meer suits. Nog een keer gooien. Wat moet je nu gooien voor... 4. Nou, misschien gooi je er overheen. Nou, bijna. Ik maak er een home van, kan je lachen. Nee, dus Balloonport is beter. Ja, dat kan ik zelf. Ja. Exchange shop, dat zijn 2 shops. Doe maar die en die. Voor deze. Hey gold. Want meer kan ik toch niet betalen. Helaas. Exchange doen ze zelf, hè? Ja, terwijl in de vorige potjes toch allemaal wel. In, nee, dat nee, was het buyen. Nee, maar ik bedoel in potjes van... Verheden, dan willen ze wel exchangen. Ja. En, dan willen ze wel exchangen, maar niet buyen. Nu willen ze wel buyen, ja, maar niet exchangen. Ja.